Op zaterdag 10 juni is in het resort Münder bij Sportcafé Münder de Gregory Richter Sporthal geopend. We hebben een gesprek gehad met de directeur van Sportcafé Münder, Ramesh Jagesar, en hij vertelt er meer over. We hebben zaterdag de Gregory Richter Sporthal geopend. Het is boven in Sportcafé Münder, op de bovenste etage. Waarom de naam Gregory Richter? Gregory Richter was een van de vaste klanten bij ons. En zoals je dat weet was hij een bekende veld- en zaalvoetballer. Hij heeft diverse prijzen met al die teams gewonnen. Hij was een vaste klant bij ons en hij was een soort trendsetter bij ons in de café. Door dat tragisch ongeval heeft hij een heel leegte bij ons achtergelaten. En we hebben besloten om hem een plaats te geven in ons café. En dat is mede door die sporthal dat geopend is. Dachten we dat hij het verdient. Heeft u met de familie gesproken en wat vinden ze ervan? Nou, de moeder van Gregory is in Nederland. Dat is de eerste met wie... Nee, de vrouw hebben eerst contact van Gregory. En zij vond het een heel fantastisch idee dat Gregory geëerd wordt op zo'n manier. De dochter die vond het ook heel leuk. Moeder van Gregory zit in Nederland. Zij heeft toestemming gegeven en ze begon te huilen. Zelfs van blijdschap dat ze zo'n dit eer heeft gehaald. Is dit de eerste sporthal van Sportcafé Münder? Ja, we hebben hier een ruimte dat wij een sportcafé hebben neergezet. Zoals je het ziet is het een plek waar alles voor sporten in principe geoefend kan worden. Wie is met het idee gekomen om de sporthal te openen? Nou, Sportcafé Münder. En we waren bezig te verbouwen en toen dacht ik van boven, ja, je kan een dak neerzetten, maar je kan net zo goed een vloer verstorten. En dan kan je een hal maken waar sport geoefend wordt. Want sportcafé moet verbonden zijn met sporten. Wanneer we het hebben over sporthallen, is het eigenlijk een gelegenheid voor mensen of ook wel sporters om zich te kunnen ontspannen. Hoe belangrijk is dit voor Suriname? Nou, bewegen is heel belangrijk, sporten. Laat me dit zeggen. Er zijn drie scholen hier in de buurt van Münder. De OS Münder, de OS Vluestraat 1 en OS Vluestraat 2. Ik heb twee van die scholen al benaderd. De OS Vlu 1 was onder water, dus ik kon de directie niet bereiken. Maar dat gebeurt binnenkort. De sporthal hier wordt dan voor de scholen beschikbaar gesteld, gratis. Maar dat moet wel in overleg gebeuren met het ministerie van Sport en Recreatie en Onderwijs. Zodra zij de goedkeuring geven, dan mogen de scholen van mij hier gratis gymnastieklessen geven overdag. Want de zaal is toch vrij. En dan stel ik het beschikbaar voor de kinderen. Want nu gaan ze buiten en als het regent is het slecht. Dus als je met sport begint, moet je het ook jong beginnen. En daarnaast dan hebben we de avonturen. Dat gaat sowieso naar de buurt Münder, waar die jongens van Sportcafé Münder, zeg maar de vaste klanten, vanaf het begin. Ze hebben ook erom gevraagd. Zij krijgen ook een tijd beschikbaar om hun sport te oefenen. En daarnaast kunnen dan mensen ook gewoon die zaal huren. Maar over de huurprijs weten we nog niet, omdat het nieuw is voor ons. We moeten even een calculatie maken. Dat komt nog. Maar wat wij willen doen is deze maand, juni, de zaal dan beschikbaar stellen op zaterdag en zondag vanaf 10 tot 4 uur. Dat mensen alvast een voerproefje kunnen nemen voor een uurtje. Dan moeten ze wel opgeven bij de sportcafé. Dan kunnen ze gewoon hier komen oefenen alvast, hun sport beoefenen. En dan, als het er bevalt, dan kunnen ze dan reserveren bij ons. De prijs zal heel redelijk zijn. We gaan niet echt op commerciële toeren. Dit doe ik dat als extra voor de gemeenschap, zeg maar. Hoe onderscheidt de sporthal zich ten opzichte van andere sporthallen? Nou, hier gaan we geen drempels hebben voor mensen die wat willen doen, snap je? Ze zijn vrij om hun dingen te doen.
Het is wel iets kleiner, omdat ik die ruimte uiterst heb kunnen benutten. Maar het is wel iets kleiner dan een normale sporthal. Maar bijvoorbeeld een zaalvoetbal, straatvoetbal, 4 tegen 4 met een kleine doel, is het heel goed. Je kan ook met grote doelen, dat hebben we ook, kan er ook gespeeld worden. Dus. En daarnaast kunnen ze ook nog de tafeltennisbond, of de bed, hoe noem je dat? Tafeltennis, ja. Heeft mij ook benaderd al om of ze wat mogen doen. En verder andere sporten. De Troefkoolbond wil ook hier zijn activiteiten weer ontplooien. Maar we gaan even kijken hoe we de invulling aan gaan geven. Heeft de economische situatie een rol gespeeld bij de voorbereidingen met betrekking tot de sporthal? Niet alleen de economische situatie. We zijn begonnen in de coronatijd. En dat ding heeft lang geduurd. Maar het is uiteindelijk zover. Dus het economische, dat heeft een belangrijke rol ook gespeeld. Alles is duur geworden en er zijn stagnaties ingekomen. Maar uiteindelijk zijn we zover, dus dan kunnen we operationeel zijn. Wie heeft allemaal hier aan deze sport al gewerkt? Het is een initiatief van Sportcafé Munder zelf. Dus, hoe lang heeft het geduurd dit tot stand is gekomen? Het heeft zeker meer dan een jaar, anderhalf jaar zo, zijn we al bezig. Hoe heeft het gekost? Ja, nou dit is gewoon, dit heeft minder gekost dan het gebouw zelf, zeg maar. Want het is een vloer gestort en dan, Ziet u de sport al over enkele jaren? Dit moet iets blijvend zijn hier voor de buurt, sowieso. En ik hoop dat heel veel mensen hier hun sport kunnen beoefenen. En het kan bijdragen tot dat ze zich ontwikkelen in de sport hier in Suriname. Hoe toegankelijk is de sporthal voor de samenleving, maar ook voor sporters? Zijn het alleen jongeren of ouderen mogen meedoen? Kijk, het ruimte is gewoon beschikbaar voor iedereen. En voor alles. Je kan zelf hier yogales komen geven. Op een zondagochtend bijvoorbeeld, dat het heel rustig is. Voor alles. Dans, hoe noem je dat? Zumba-lessen. Kunnen ook georganiseerd worden en daar is er ook vraag naar. Dus de personen of de mensen moeten dan dus dan café, sportcafé dan benaderen om dus dan het sporthal te kunnen huren? Ja, je kan langslopen. Jason is de manager en bij Jason kunnen ze dan meer informatie krijgen omtrent de sporthal. En dan de Facebookpagina van Sportcafé Munder. Sportcafé Munder NV. Dat moeten ze ook blijven volgen. Daar staan alle informaties op.